mensen, welkom terug bij aflevering 2 van Ultimate Hardcore Survival. Vandaag, of nou vandaag, het is nacht toch? Nee, voor mij is het dag, ja. Voor mij is het net dag gemaakt. Op dag? Is het weer dag? Ja, nou, idee. Maar goed, we zijn aan dag 2 begonnen en we leven alle drie nog. En, nou, laten we dat zo houden. Zeker. Wat gaan we vandaag doen? Maar het leek te strak plan om wat appels te gaan verzamelen. We hebben hier twee kippen nou in zitten. En, wacht, dat had ik net voor gemaakt. Nog heel eventjes afmaken dit. Want die ik kippen kunnen we... heel veel spiders killen vandaag. Oh, dat is ook zwaar chill, ja. Dan hebben we allemaal boog. Maar wat ik hier nou heb, is een hekje. Oh, kut, verkeerd. Oh, ik verneuk het weer. Oh, Jim, die heeft 10 levens. Alleen Noor en MVLR en Grain hebben nog 20 levens. Nice, maar ik wil gewoon golden apples en doen zo meteen lekker... Nee, kut. Nee, kip is weg. John, jongen. En de tweede kip is ook uit. Geweldig, hier. Hoe krijg je die kut dingen terug? Met seeds. Kom hier. Ja, ik niet. Hier, volg mij, kipjes. Oh, eentje is wel heel groot. Ja, weet ik. Ze moeten allebei zo groot zijn. Dan kan je ze fokken. Kom hier. Kom. Kip, kom hier. Nog lang dag? Kan je zien aan de zon waar die staat? Ja, ik zie hier geen fucking zon. Zit in een cave, dus ik heb ook geen idee. Oh nou ja, hij komt net op. Oh, dan hebben we nog super lang. Goed, ik heb... Ik heb nog sugarcane. Sugarcane kunnen we toch ook eten, of niet? Nee. Nee, sugarcane kunnen we niet eten. Goed, ik heb hier nou die twee kippen zitten hier in dit hokje. Met sugarcane kan je... spullen, kan je taart en zo maken. Kan je sugar maken, kan je taart mee maken. Ook dus, hier komt terug naar boven. Oh, zo. Echt leven, dus ik kan tellen. Ja, dat moet ik niet doen. Zo. Even kippen naar lok. Ja, startplan. België heeft gewonnen. België heeft gewonnen? Nice! Ja, België heeft gewonnen. Hoeveel? Ja, nee. Ik wil dat België gewonnen heeft, dat mijn vader niet komt zeggen. Nice. Al die fucking kippen. Kip. Heb je seeds? Oké dan. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben terug naar boven aan het lopen, zo snel als ik kan. Chill. Ik ben kippen aan het proberen. Ja, ik maak dit eerst even dikker. Hier, Danny. Ja? Hier liggen zaadjes. Wat heb ik hier? Kijk. Oh, chill. Even kijken. Mij lijkt het ook handig om hier even binnen een farmpje te maken. Ja, dat we maar ja. Ook iets hebben om... Hier is de grond te dun. Oh fuck. Oh fuck. Wat gebeurt er? Ik heb nog maar 2,5 hartje. Nog maar een half hartje? Jij? Dan, oh, nog ja, 32. Ik heb het even voor elkaar. Wat? Door die spin of zo? Ja, ik was vergeten spinnen van die klantjes door één dik gatje komen. Ah, dat is kut. Dan gaat die eerste appel naar jou uit. Hoe kun je heel veel poisons maken? Met geen idee. Maar daar moet je sowieso een brewing stand voor nodig hebben en ik weet niet hoe je die moet maken. Daar heb je blaze rods voor nodig. Die kunnen best niet gaan doen, denk ik. Nee, dan kom je in de nether, komen die beesten. Nee. Lijkt me geen strak plan. Ik ga bows maken voor mensen. Wow. Ja, hoeveel string heb je? 32. Nice. Eén boog. Hier ook een vark. Nee, dat is ook een. Twee bogen. We hebben al één boog, dus. Oh ja, ze hebben drie bogen, dus als we nodig hebben. Ja, en we hebben twee pijlen of zo. Ik ben de boel een beetje aan het verkennen. Ja, als ook iemand gravel vindt, kun je pijlen van maken. Ik heb gravel gevonden. Nice. Dat is gewoon mijn grafde uit. En wat moeten we daarmee doen? Als je gravel uitgraaft, kun je flint krijgen en kun je pijlen mee maken. Heb je ook wat veren voor nodig, maar de... Ja, maar we hebben 7 veren, dus komt wel in orde. Komt wel in orde, ja.
Oh, 4 gold. Nice. Even kijken, ik heb wat meer dirt nodig. Zo. Heeft een van jullie een shovel of zit er eentje in de kist? Ja, ik heb gravel. Oh, gravel, nice. Heel veel. Ah, dat is goed. Maar heb je ook veel flint of niet? Dat is belangrijker. Ik zal even kijken. Nee, je kan sowieso de gravel opnieuw kapot plaatsen en opnieuw kapot maken totdat je de flint eruit haalt. Echt? Ja. Ligt het er niet richter? Nou, als je gewoon plaatst en breekt, dan komt er vanzelf wel een keer flint uit. Het is heel random hoe dat gebeurt. Nou, moet ik alleen jullie even weer terugzien te vinden? Onze coördinaten, waar ik nu sta, zijn min 108, 64, min 108. Gewoon twee keer min 108. Wow, Mark Joost is ook bijna dood. Wie? Wow. Kijk, één keer naar de... Wow. Damn. Dan doen wij dat voor mij wel nog redelijk goed. Ik heb het gevonden. Oké, mooi. Even kijken, ik heb 5 flint en 52 gravel. Nice. Wel, nice. Kun je in de chest doen? Doe maar. Ja. Zo. Ik wil nog traps van maken, hè? Ja, de gravel wel. Gravel bedoel ik. Zo. Oh, lag. Ja, ik ook. Ik probeer de farmgrond te maken en dat lukt niet eens. Ik probeer de flint op te pakken en dat lukt niet. Goed, ik heb een klein farmgrondje gemaakt hier binnen. Nice. Dus je binnenkomt meteen rechts. Binnenin? Oh ja. Als je seeds hebt, gewoon even daar plaatsen. Oh. Dan hebben we daar ook wel wat te eten van. Waar kom jij vandaan, Antjomp? Wat? Waar kom jij opeens vandaan? Oh, ik heb wat waterding daar. Ik wist Gravelland. Hekken, shit, graven, whatever. Goed, hoeveel hartjes hebben jullie allemaal nog? Hoeveel hartjes hebben jullie allemaal nog? Hallo? Wat? Hallo? Ja, oké, je zei nog wel. Ja, ik vroeg twee keer hoeveel hartjes jullie nog hadden. Ik kreeg geen. 2,5. 2,5 had je ik. 1, 2, 3. Hoeveel ben je kwijt? Misschien makkelijk. 6. 6,5. Oké, wat serieus? Heb ik dan nog het meeste van jullie? Yep. Ja. Wauw. Ik dacht dat ik het minste had. Ja, ik ben wel aangevallen door 10.000 spinnen tegelijkertijd. Oh ja, dat is wel waar. Dan moet je wel even heel erg oppassen trouwens. Ja, ja. Ik weet het. Dat weet ik ook. Want we willen natuurlijk geen teammaten verliezen hier. Nee, dat lijkt me niet handig. Even kijken. En ook altijd handig om iedereen ten alle tijde iets van een wapen bij zich te hebben. Heb je? Ja. In de kist zitten voor iedereen een boog en 7 pijlen. En? Hoeveel? 8 pijlen. Oké, nice. Dan pak ik mijn er ook uit. Dan hou ik dat ook gewoon de hele tijd vast. Ik heb links. Nice. Goed, dit is best chill hier zo. Hoe gaat het met onze kippen? Oh ja, moet ik even kijken, hè? Oh, oh. Twee. Zijn het er twee, zijn ze allebei volwassen? Er is er één groot en één kleine. Ah, oh. Fuck voor het leven. We verwachten dat ze groter worden, dan gaan we ze farmen. En dan hebben we een plof kippenboerderij. Oh, kut, ik heb weer honger. Oeh. Wat? Wat? Hoe heeft hij 23 hartjes? Oh, golden apple. Ja, dat is de tweede golden apple, hè? Ja, weet ik. En hebben van mij echt fucking veel. Weet wat? Die grote shit. Met diamond blocks.
Ik weet niet, ik zou kunnen. Ik ging iets doen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik ging eten halen. Ja, precies. Ja, seeds gewoon hierop plaatsen. Ja, dankjewel. Nee, nou god. Hebben we bones? Ja, voor de farm te dienen. Kijk, heeft iemand torches? Voor mij is dit namelijk nog niet helemaal goed verlicht. Maar is die hier op dit stuk net een beetje donker? Team groen is bijna uitgeschakeld. Wauw. Ja. Of niet? Oh, ze zijn zwaar slecht. Wow, hoezo hebben ze zo slecht? Ik maak me ook een beetje zorgen over mezelf. Maar... Ik ga de farm ga ik even groter maken. Kijken welke kant we kunnen uitbreiden. Nee, we hebben niks meer om op de farm te zetten, dus ik weet niet of dat handig is om uit te breiden. Dat kan zo dadelijk wel. Ja, oké, dat is waar. Maak er twee farms. Ik ga even... Hebben we apples? Nee. Dan ga ik even zoeken naar apples. Oh, nee, wacht, monsters. Nee, skeleton niet doen. Oh. Ik moet wel echt weer dicht doen, hè? Ja. Als er subiet misschien even iemand... Eén of twee koeien gaan killen. Ja, ik blijf even liever binnen met die monsters. Ja, nee, ja. Als je beter bij de dingen, dan kunnen we een beetje leather armor maken voor iron te sparen. Ja. Hey, maar het lijkt sowieso handig om onze iron te gebruiken om eerst voor iedereen... hoe heet het? Iron sword. Ja. Ik heb al een iron sword en daarna iedereen iron chestplate. Daarnaast, wat geeft daarna het meest de veiligheid? Mhm. Gewoon iedereen voor per stuk afwerken voor armor. Ja, en golden apples is ook wel makkelijk eigenlijk. Dus we moeten gewoon op zoek gaan naar gold. Ja, oh, trouwens hebben we waarschijnlijk ook een armor pickaxe. Daar een skeleton. Ja, ik zie hem. Nice. Extra pijltjes, nice. Yes. Ik had een keer zijn en nog een paar van die spinnen zijn. Ja, zou ik doen. Dit is echt een rot stuk hier. Ik durf niet langs het parcours omdat ik bang ben dat ik in de lava ga vallen. Ik maak hier een... Oh shit. Kunnen we rails gebruiken? Rails, oh. Ja. Maar zou ik niet kunnen doen. Kunnen we dat nog ergens voor gebruiken of? Kunnen een minecart weg gaan liggen. Ik denk niet dat dat heel nuttig is. Oh, je hebt super veel gold. Heeft even nog een iron pickaxe? Ja, ik... heb ik niet. Ja, mijn nee wel. Yay, we hebben al één golden apple als een apple vinden. Nice. Dat moet geen moeite zijn, toch? Oh shit. Wat? Spinnen, kick out. Oh. Ik zal uitkijken. Oh, spijtig. Ik vind het niet leuk. Snap ik. Eerst even proberen te vangen met de cobblestone. Ja. Oh, spijtig. Waarschijnlijk zitten er achter bij de... Nope. Spannen, ja? Ja, een spawner. Niet daar naartoe gaan. Ja, ik wou net zeggen, maak dit dan even dicht. Ook even daar de bovenste. Daar ben ik wel weer mogelijk weg van. Goed, ik denk dat we een andere weg moeten gaan zoeken. Wat is er dan? We kunnen hier naar boven nog. Door. Oh, je kunt hier nog naar boven, hè? Over die muur. Hoezo? Ja, dat is echt slecht, dat we over die muur kunnen. Ja, dat is wel scrubby gedaan. Maar ik weet landen. Niet zeker, want voor mij gingen we dood als we er overheen gingen. Nee, kijk, ik leef nog. Het is gewoon als je er te ver over gaat, denk ik. Denk het ook. Ik loop gewoon echt op de muur. Daarvoor ja, dat we niet verdwalen, hè? Ja, nee ik heb een goed. Heb je stortjes? Ja, ik heb geen toortjes meer. Ik heb nog toortjes. Ja, hier. Ja, nice. Goed,
Ik haat het voor die spiders. Dood of niet? Loop dood. Ja. Zoveel. Ik vind er toch niet zo veilig met die spiders. Ik ben er echt fucking bang. Zeer begrijpelijk. Die kill. Is deze andere kant op nog iets? Kunnen we hier nog even kijken? Ja, deze. Ik hoor hier wel een zombie. Nummer. Oh shit. Wat was dat? Oh, wordt teruggezet. Wat is dat? Wat de fuck ben ik? Waar zeg jij? Hoorden jullie dat net ook? Dat ze woef. Ja, dat was die geluid dat je terug. Ja, ik zit nou dus in de kief waar geen kap meer op kwam. Weet waar? Oh, wat ik zie je hieronder. Hoe ben je daar gekomen? Nee, hieronder. Geteleport door die shit. Oh. Door World Border. Wacht even, ik haal dit er wel uit. Ja. Nee, stop. We gaan naar die spiders niet doen. Ja, je bent er bijna. Ah, wat? Pas op. Hier, wacht. Jongens, ik heb hier de ingang boven. Kijk. Oh, godverdomme, ik heb nog één hertje. Ja, die eerste apple gaat naar jou toe, alsjeblieft. Ja, sowieso. Gewoon even naar boven. Kijk, hier. Zijn die fucking spiders echt hatelijk. En die hebben genoeg blokjes, of wat? Ja, die heb ik. Oké, ik ga een golden apple maken voor mij. Ja, doe maar. Dan heb je als het goed is het meeste leven van ons allemaal. Ja, maar fucking hell. Zelf. Wacht, hier was niks, hè, of wel? Nou, hier is niks. Oké, chill. Hebben we die andere kant al verkend trouwens? Dat andere fijn, nee, dit is helemaal donker, dus ik gok niet. Oh, zet die Endermans niet aankijken. Waarbij die World Border mooi neer, want dan wordt er weggetipperd. Ja. Hieronder staan wat Endermans niet aankijken, die beest, anders vallen ze aan. Dat weet ik. Oké, mooi. En ben je helemaal fucked in UHC? Dus ben je aan het rondzien hier door de muur? Niemand die. Ja. Die geen nameplay. Je moet toch ergens goud zijn? Dus, geen idee waar je bent, dus ik zou het niet weten. Ben je nog twee, come on. Nice. Yes. Fucking één geluid, man. Oh, de tweede keer is groot geworden, nice. Fucking Enderman of zo. Bijna dat je hoor, ik ken er iemand zo biedt voor apples. Ja, over 1 minuut als het goed is. Okay. Waar moet ik heen eigenlijk? Ik ben een beetje verdwaald, ben ik wel. Ik kom zo wel bij. Hey, wie heeft. Oh, wacht, die zitten natuurlijk de seats op. Zo. En. Hebben we er nu 3? Ja, we hebben nu 3 kippen. Nee, gaat godverdomme. Nee, 2 kippen. Ik heb je nummer 3, kom, volg mij. Volg je mij? Doe dat open. Kom, ja maar. Kip erin. Kom. Ga terug bij je vriendjes zitten. Ben je echt wel uit een peukje geroken? Wat? Dan ga ik even tussen beide kippen in staan. En dan hoef ik dus niet uit te loggen, snap je? Wat? Ja. Oh. Ga ik even de back binnen 5 minuten weer. Wat ging je doen? Oh, what the fuck, liep dan net voorbij de deur. Hey, wat ging je doen wat zei je? Een sigaretje roken. Oh ja, ga maar weer roken joh. Is goed. Yo. Ja, dan ben ik er zo weer. Ja. Ik hoop dan niet dat ik dood ga. Ik hoop dat ik niet dood ga. Ik ook niet. Ik wil wel een skeleton doodgaan. Ja, dat is een tegenstand worden denk ik. Valt ook niet hoor. En... Even wachten tot daar. Wacht. Niet naar buiten gaan. Ik denk niet alles dood is. Ja, je hebt gelijk. Er zit er eentje onder een boom. En hoeveel leven heb ik nu nog? 12. Nice! Ik 2. Nice. Dan heb ik genoeg goud voor een appel. Dus. Ja, zeker. Chill. Dat is al iets. Ik ga even kijken bij de achteruitgang.
Ik heb trouwens niks om het op te vullen, doe maar niet. Ja, alsjeblieft, pauze denk ik. Pauze toch 1 minuut, ja of niet? Wanneer komt de pauze? Pauze is het al voorbij. Geen pauze. Even haast jongens. Achteruitgang ziet er veilig uit. Ja, we doen gewoon even verder, YOLO. Ja, nieuwe aflevering. Oké, nu is het voorbij.